Hallo, mooi dat je kijkt naar dit programma over de gezonde basisschool van de toekomst. Want als de coronapandemie ons één ding geleerd heeft, dan is het wel het belang van preventie. Gezonder eten, meer bewegen, dat kan in die gezonde basisschool. En dit is de introductie. In Limburg hebben we de gezonde basisschool van de toekomst. Uit cijfers blijkt dat Limburg een gezondheidsachterstand kent. Deze achterstand komt voort uit een ongezonde leefstijl en weinig opvoedingssteun, waardoor ziektes zoals obesitas, diabetes, longziektes, hart- en vaatziekten en psychosociale aandoeningen gemiddeld vaker voorkomen in Limburg dan in de rest van Nederland. Een ongezonde leefstijl wordt van generatie op generatie doorgegeven. Die gezondheidsachterstanden hebben een negatieve invloed op de toekomstkansen van kinderen. Ongezondheid leidt mogelijk tot lagere schoolprestaties, minder plezier in het leven, minder sociale contacten, meer schooluitval, lagere arbeidsparticipatie, meer ziekteverzuim en meer chronische aandoeningen. En uiteindelijk een kortere levensduur. Van leerschool naar leefschool. De basisschool is dé omgeving om gezond gedrag te ontwikkelen. Net zo belangrijk als leren lezen, schrijven en rekenen. Daarom zijn 4 basisscholen en 2 kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg gestart met de GBT. Gezond leven gaat om gezonde voeding, om veel en gevarieerd bewegen, om vriendjes maken, om leren omgaan met plezierige en minder plezierige gebeurtenissen en om kinderen voor te bereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Daarom maken we de omslag. Een basisschool is geen leerschool, maar een leefschool. En het initiatief voor die leefschool werd genomen in 2015 door de GGD Zuid-Limburg, door de Universiteit Maastricht, de scholenkoepel Movaren. En die werden bij elkaar gebracht door de provincie Limburg. Kinderen worden steeds ongezonder. Ze worden steeds zwaarder. Dat zien we overal in Nederland. Maar in Zuid-Limburg is het echt nog erger. De gezondheidsachterstanden zijn daar groter. En er is ook sprake van overerving. Daarom vinden wij het als provincie ontzettend belangrijk om te investeren in de jeugd. Om te investeren bij het begin van het probleem. In kinderen. De gezonde basisschool van de toekomst is die investering die we doen. Het is een manier om kinderen aan te leren om gezond te eten. Om voldoende te bewegen. Om zo dat overgewicht tegen te gaan. En die goede gewoontes van kind af aan in die opvoeding mee te geven. Maar nog veel belangrijker. Door die kinderen te bereiken, bereiken we ook de ouders. Feitelijk kun je zeggen dat we via de kinderen de ouders mee opvoeden. Want op het moment dat de kinderen thuiskomen en aan de ouders aangeven, dit is gezond, dit eet ik, dit is niet gezond, dat eet ik niet, zullen die ouders ook veel meer genegen zijn, en dat zien we ook in de resultaten, om die gezonde dingen te kopen en daarmee ook zelf gezonder te gaan eten. Het kracht van de gezonde basisschool zit hem in die benadering van het hele systeem. Die zit hem in het tegengaan van die overerving en in het eigenlijk heropvoeden van de gezinnen in algemene zin op het gebied van gezondheid en beweging, om er ook voor te zorgen dat we morgen ook nog een gezonde bevolking hebben die niet meer die slechte gewoontes doorgeeft. U zag een filmpje van gedeputeerde Housmans, maar die is ook vandaag hier live aanwezig. Van harte welkom, fijn dat u er bent. We zagen u net over de gezonde basisschool van de toekomst eerder in het programma. Het is natuurlijk zo dat u bent van een partij die normaal gesproken niet zo is van de betutteling. Mensen weten zelf wel goed hoe ze moeten leven of hoe ze met hun kinderen moeten omgaan in de opvoeding. In dit geval, in dit dossier, zit u er anders in. Waarom? Ja, dat klopt. Soms moet je ook kijken naar de problemen die er zijn. En als je kijkt naar jonge kinderen, dan zie je dat ze over het algemeen in Nederland steeds forser worden. Dat er steeds meer gezondheidsachterstanden komen, zeker in latere leeftijd. En dat begint al in die vroegontwikkeling. En als je gaat kijken met name naar Zuid-Limburg, dan zie je dat die problematieken, die gezondheidsachterstanden daar nog veel groter zijn. Dat er sprake is van overerving. En dan moet je ook reëel zijn. Dan moet je ook kijken naar oplossingen van het probleem. En die oplossing, één daarvan, is die gezonde basisschool van de toekomst. Is er om dus in te grijpen in die jonge leeftijd, om die kinderen aan te leren gezond te eten, gezond te bewegen. En daarmee ook die ouders die thuis zitten, die niet op die basisschool natuurlijk zitten, om die dus via die kinderen ook te bereiken. En daarmee echt dit probleem hardnekkig de kop in te drukken. Want anders blijven we die gezondheidsachterstanden hebben, blijven we in die vicieuze cirkel zitten en komen we daar niet uit, dan wordt het alleen maar erger.
we hebben daar wel een verantwoordelijkheid te nemen. En als college in Limburg nemen we die ook door daar fors in te investeren. Ja, en dadelijk gaan we kijken hoe we die politieke antenne moeten afstellen. Maar eerst even naar het jaar 2013. Want dat was het jaar natuurlijk dat Willem-Alexander begon. Dat Paus Franciscus ineens op het toneel verscheen. En ook de kennisas in Limburg ineens geboren werd. Het was een samenwerking waar onder andere die Universiteit van Maastricht natuurlijk in zat. Nick Bos, van harte welkom. Is dit, die gezonde basisschool voor de toekomst, het meest succesvolle project van die kennisas? Of het meest succesvol is, dat moeten we zien. Er lopen heel veel projecten. Het is in ieder geval het eerste project dat is afgesloten als formeel kennisasproject. En we zijn buitengewoon trots op wat er bereikt is. En we hadden niet kunnen dromen dat het zo'n voortzetting ook zou krijgen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Je begint een project, maar je moet altijd afwachten van kunnen we het ook goed voortzetten. Nou, en dat kreeg een glansrijke voortzetting en dat stemt tot heel veel trots. Ja, in de dynamiek van de samenwerkende partijen, ja, Fontes zat er onder andere in, het AZM, destijds nog nu MUMC Plus, ja. Hogeschool Zuid. Heeft het ook tot nieuwe initiatieven geleid? Inspireert het? Ik denk dat alle projecten in kennis, als bijna alle projecten, ook tot verdere samenwerking geleid hebben. En uiteindelijk is dat heel zichtbaar geworden op de samenwerking in de Brightland Campus, waar al die partijen zichzelf ook weer toe verhouden en ook in aanwezig zijn. Ja, praten we dadelijk even over verder. Ik ga even naar Onno van Schaik. U bent een beetje ook de vader van dit project als het over de wetenschappelijke resultaten gaat. U heeft het begeleid. Maar ja, nu komen we natuurlijk bij de volgende fase van hoe zetten we het weg. Hoe is de politieke situatie op dit moment, zeker natuurlijk na deze coronaperiode? Is de tijd rijp? Ja, nou ja, u heeft net al van de heer Housman gehoord hoe de politieke situatie, denk ik, hier in Limburg is. Die is denk ik ontzettend gunstig. Maar als we het hebben over de landelijke politieke situatie, dan wordt die steeds gunstiger. We weten natuurlijk niet hoe we uiteindelijk de verkiezingen zullen uitpakken, maar het wordt steeds gunstiger. Waar we ontzettend blij mee waren, was met die motie die is ingediend, die bijna kamerbreed is aangenomen. Die motie die riep op uiteindelijk om de regering te laten onderzoeken of gezonde voeding en meer bewegen, of dat gewoon te implementeren is landelijk. Daar is heel positief op gereageerd. En ik heb goede hoop dat het antwoord van de staatssecretaris daarop, ik heb al iets mogen zien daarover, dat het heel positief zal zijn. Dus ik denk dat daarmee ook het draagvlak landelijk gewoon er echt gaat komen. Ja, u bent uitgenodigd door de VVD. Dat was normaal gesproken ook de partij die dan op de rem trapt bij dit soort. Dat was een hele mooie verrassing. Naar aanleiding van het stuk in de NRC werd ik benaderd door de Eerste en Tweede Kamer fractie van de VVD. Of ik gewoon wat meer uitleg zou willen geven over wat nou die effect op lange termijn is. En dan met name over de fysiologie van de kinderen. Dus dat wil zeggen van wat heeft het nou voor een effect op bijvoorbeeld op buikomvang. En uiteindelijk dan voorspelling die of kinderen al dan niet diabetes of hartvaatziekte krijgen. En het is natuurlijk fantastisch als een partij waarvan we bijna zeker weten dat die in de coalitiebespreking zal zitten. Dat die hier naar vraagt, want dat betekent dat in ieder geval het dus heel erg breed leeft. Dus niet alleen bij partijen waarvan we op voorhand wel verwacht hadden dat ze hier positief tegenover stonden, maar ook dat het een brede partij als de VVD, dat die dit zowel in de Eerste als Tweede Kamer wil weten, dat is natuurlijk heel relevant. Ja, meneer Housmans, u bent natuurlijk van het politieke handwerk. Gaat dit dadelijk, de gezonde basisschool van de toekomst, een rol spelen tijdens de formatie? Na de verkiezingen? Ja, daar zetten we wel heel erg op in. Als je kijkt naar wat we op dit moment doen, er ligt een vraag vanuit de Kamer om te onderzoeken of inderdaad een interventie in beweging en gezonde voeding bij kinderen werkt. Nou, Limburg heeft het antwoord. Dus Den Haag kan hier van Limburg leren. We hebben die pioniersrol opgepakt. We hebben dat laten onderzoeken. Dat heeft de Universiteit Maastricht gedaan, met partners ook. En dan zie je dus dat het werkt. En als we dan gaan kijken naar wat we nu doen, dan doen we vooral inzetten op die lobby. Dan doen we vooral inzetten op die verduurzaming, op de uitrol van die gezonde basisschool. Let wel, in Limburg willen we er minimaal 30 hebben op het eind van deze collegeperiode. Dat is over iets meer dan 2 jaar. Dus we zetten daar heel erg breed op in. En wij zijn ervan overtuigd dat alleen al op de merites en de, zeg maar, de wetenschappelijke inzichten die er zijn over de gezonde basisschool in de toekomst, dat dat voldoende draagvlak gaat bieden om in ieder geval een flinke aandeel te hebben op de onderhandelingstafel dadelijk ook van een nieuwe coalitie en eventueel een nieuw kabinet.
Ja, dus dan hebben we al Max Verstappen, dan hebben we André Rieu. En dan wordt de gezonde basisschool van de toekomst misschien volgende visitekaartje voor Limburg. Staatssecretarissen, die kwamen al op bezoek. Sander Dekker, die was er eerder. En onlangs nog in landgraaf Paul Blokhuis. Juist in coronatijd is het belangrijk om aandacht te geven aan leefstijl, omdat het belangrijk is dat mensen weerbaar zijn. En we weten dat mensen met luchtwegklachten of mensen met overgewicht het extra lastig kunnen hebben in deze tijd. Wat is volgende dat nou? Mag ik kaas? Omdat we nu al merken dat kinderen hier op school soms 's morgens naar school komen en nog niet ontbeten hebben. We moesten allemaal bonen proeven en gele tomaten. Maar dat durf je dan wel allemaal? Tomaten niet, dat vind ik echt niet lekker. Maar dat andere wel. Ja, er wordt door kinderen wordt de school als leuker ervaren. Kinderen zijn veel gevarieerder gaan eten. Kinderen zijn in staat om hun eigen spel te organiseren. Er wordt ook echt daadwerkelijk minder gepest. Omdat kinderen gewoon veel meer aan het spelen zijn. Weerbaarheid is heel belangrijk. En hoe bereik je dat? Door de gezonde keus makkelijker te maken. Nou, dat gebeurt met dat initiatief wat hier in Limburg ook loopt. Gezonde lunches, gezonde maaltijden op school. En ook bewegen, daar geven ze ook aandacht aan. En die twee componenten, bewegen en gezond eten, die krijgen wat mij betreft meer aandacht. En ik voel me daarin gesterkt door zo'n massaal gesteund initiatief van medici. Oh ja, die was voor mij, hè? Die nam ik thuis. Ja, de les van corona dus. Meer weerstand is ondertussen ook doorgedrongen in Den Haag. Misschien wel via de gezonde basisschool van de toekomst. Meneer Van Schaik, eerste vraagje nog. Eet u ook gele tomaten? Eet ik ook geen. Ik eet wel tomaten. Ik vind het heerlijk. Geel ook? Ja, ik vind het erg lekker om mijn tomaten. Dit moet u als muziek in de oren klinken. Ja, dit is natuurlijk geweldig. Want wat de staatssecretaris hier zegt, en ik denk velen met hem, is natuurlijk ontzettend waar. We hebben het gezien. Wie worden er opgenomen op IC met corona? Dat zijn natuurlijk met name de mensen die een ongezonde levensstijl gehad hebben. Die dik zijn, die een mate van overgewicht hebben. Dat ze veel kwetsbaarder zijn. En dat is ongelooflijk lastig als mensen eenmaal overgewicht hebben, obesitas hebben, om dan er iets aan te doen. Veel beter is het, daar is iedereen het over eens, om dat te zien te voorkomen. En het mooie is natuurlijk van de gezonde basisschool van de toekomst, is dat we aan die kern werken. Dat we werken aan het voorkomen daarvan. En ik denk ook wel in het kader van kansongelijkheid. We weten natuurlijk, we hebben gewerkt in wijken in Parkstad, waar er veel kansongelijkheid is, waar je echt grote verschillen ziet tussen mensen met een laag sociaal-economische status en een hoog sociaal-economische status. Ik denk dat het mooie van dit project is dat iedereen gelijk is. Alle kinderen zijn gelijk. We hebben geen broodtrommeltjes meer waarbij bij de een een stuk pizza van gisteravond zat en bij de ander gezonde dingen in zitten. Alles is hetzelfde voor de kinderen. En dat betekent dat je werkt niet alleen werk je aan de gezondheid, maar je werkt ook echt aan dat kinderen zich gewoon gewaardeerd voelen en dat ieder kind meetelt op deze manier. Eigenlijk zoals de heer Housmans net ook zei. Dat is het mooie. En iedere keer als ik weer opnieuw naar die scholen toe ga en ik zie het, dan ben ik weer opnieuw ontroerd door wat ik daar zie. Ik denk van dit is gewoon geweldig. Dat we dit mogen meemaken, dat is gewoon super. Ja, en ook mooi dat in Limburg geboren is natuurlijk. Ik ga nog even naar Nick Bos, want het komt dan voort uit die kennisas. Die werd in 2015 uitgebreid met die vier campussen, die Brightlands campussen. Hoe kunnen die campussen nu mee in dit project? Hoe zijn ze relevant? Het hangt allemaal samen uiteindelijk met elkaar. We hebben gezegd, wat nodig is toch samen met provincie en andere partijen, u heeft een aantal genoemd, investeren in een kennisintensieve ontwikkeling van deze provincie. Maar je kunt natuurlijk in kennisintensieve bedrijven en dergelijke investeren, maar als je geen vitale bevolking hebt, dan schiet je je doel voorbij.
Dus en hoe kom je tot een vitale bevolking? Dan moet je vooral ook in de jeugd gaan investeren. En Movare is een voorbeeld ervan hoe in de jeugd zijn, of de gezonde basisschool vanuit Movare geïnitieerd, is een voorbeeld hoe we met de jeugd zijn begonnen. Dus hetzelfde hebben we bijvoorbeeld een ander project, dat heet Educatieve Agenda Limburg, waarbij we ook leerlingen langjarig volgen om te zien hoe hun schoolprestaties zijn en hoe we die kunnen beïnvloeden eventueel. Dat ook allemaal met het, uit het oogpunt van een vitale bevolking die je nodig hebt, wil je echt je kennisintensieve economie ook ten volle benutten. Ja, dan zit die kennisintensieve ontwikkeling die heeft zich uiteindelijk geculmineerd in 4 campussen, waarin veel van die initiatieven samenkomen. Ja, dan zitten we vandaag in Bijlveld. Het initiatief, de basisscholen tot nog toe, die zaten vooral in het zuiden van de provincie. Ja. Heeft deze regio hier in Noord-Limburg er ook iets aan? Ja, zeker. Dat is ook een van de redenen en dat is ook het verheugende. Ik geloof niet dat we ontzettend hard hebben moeten drukken om hier een aantal scholen te vinden die ook graag ermee van start gaan. Het initiatief komt uiteindelijk uit die scholen zelf. Ze horen ervan en denken van ja, maar dit is buitengewoon interessant en pakken het dan op. Ja, en de Brightlands Campus, meneer Housmans, die hier in Noord-Limburg zit, heeft die kansen? De Rupert Campus. Ja, absoluut. Als je kijkt naar het totaalconcept van de gezonde basisschool van de toekomst, dan is dat niet alleen wat op die school gebeurt. Het bewegen, het element cultuur wordt eraan toegevoegd, het gezond eten is één aspect, maar het is ook belangrijk om te weten waar je eten vandaan komt. En dan komt die Greenport Campus in Venlo om de hoek kijken. Daar gaat het over korte ketens, daar gaat het over lokale gezonde producten, daar gaat het over de relatie met de LLTB, met onze agrarische sector. Daar gaat het over projecten zoals Coccarelli, waar kinderen leren waar groente vandaan komt. Dat een aardappel niet in een zak in een fabriek groeit, maar daadwerkelijk uit de grond komt. Dat een paprika niet gemaakt wordt op bijvoorbeeld Gemmelot, maar aan een plant groeit in een kas. Nou, dat leren ze daar, maar ze leren ze ook klaar te maken. En dat hebben we ook nog eens een keer doorgezet in een aantal smaakcentra in Limburg verdeeld, een drietal. Waarbij kinderen ook leren om smaken te ontdekken en te ontwikkelen. Dus die campussen zijn daar heel wezenlijk in. En dit is een project wat weliswaar, de scholen liggen nu nog in Zuid-Limburg, maar dadelijk in heel Limburg. Mm-hmm. Maar waar heel Limburg ook profijt van heeft en waar heel veel spin-off van komt. Het mooie is, ook voor de doorontwikkeling, we hebben kwartiermakers aangesteld. Maar die doen dat niet alleen, die 2 kwartiermakers. Die worden gesteund door bijvoorbeeld een Rabobank die wil financieren. Door een Boel Sanders advocaten die meekijkt naar de governance en naar de aanbestedingsbeleid. Wat daarbij hoort, hoe die scholen zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk de juiste producten kunnen inkopen. Naar andere partijen zoals de LLTB die kijken naar korte ketens. Naar leveranciers zoals de Daily Fresh Group en Sodexo die kijken hoe je de logistiek kunt inregelen. En dan zie je dat er een compleet ecosysteem ontstaat van allemaal Limburgse bedrijven. In Limburg verankerd, met die campussen als kernthema's, om die gezonde basisschool heen. En dan heeft heel Limburg er profijt aan. Niet alleen de kinderen die uiteindelijk gezonder worden en hun ouders, maar vooral ook onze economie, vooral ook onze agrarische sector, vooral ook ons Limburg. Ja, en dan kijken we wat betreft ons Limburg toch vooral eigenlijk naar Den Haag, om dat dadelijk uit te rollen. Maar u heeft ook al een keertje gekeken naar het westen, naar de buren, hoorden we. Ja, dat klopt. We hebben een klein nieuwtje. Dat is dat de Belgische collega, gedeputeerde Lambrechts en ik samen hebben gekeken naar de mogelijkheden om de gezonde basisschool te koppelen met de Belgische groene school. En dat gaan we uitzetten. Dat betekent dat Nederlands Limburg de gezonde basisschool gaat exporteren naar Belgisch Limburg. En we van hun de groene school, dus het vergroenen van schoolpleinen, naar Nederlands Limburg halen. En gaan kijken of die combinatie een versterking kan zijn van beide concepten. Waarbij het groen op school moet uitdagen tot meer bewegen. Zeg maar het ouderwetse ravotten, wat we vroeger allemaal eigenlijk heel graag stiekem deden. Lekker tussen het groen in. En aan de andere kant de gezonde voeding die erbij komt. En dat bewegen en die beweegprogramma's kunnen bijdragen aan de Belgische zijde om ook diezelfde effecten te hebben voor de gezonde kinderen. Het mooie is, het is ook weer een co-productie tussen de Universiteit Maastricht die daarbij betrokken is. De Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincie Limburg en de Universiteit Hasselt. En dan zie je dat bilaterale samenwerking over de grens heel goed loopt. En ja, dit is voor de heer Van Schaik natuurlijk ook nog een nieuwtje. Dat we inderdaad het besloten hebben. Maar de pitch die daarvoor gegeven is van zowel de Belgische zijde als de Nederlandse zijde was daarvoor ook echt doorslaggevend. En ik denk dat we hier echt stappen kunnen gaan zetten weer. Ja. We zijn er echt heel blij mee dat we in een ontzettend korte tijd dat we samen met de Universiteit van Hasselt een heel boeiend onderzoeksprogramma in elkaar gezet hebben. En dat het zo ondersteund wordt door de
bestuurders vanuit beide provincies. Dat is geweldig. Het mooie zou natuurlijk zijn, kijk, die gezonde basisschool van de toekomst is een prachtig idee. Maar het is wel zo dat het altijd geld zou blijven kosten. Want je zult altijd, zul je gewoon geld moeten betalen om bijvoorbeeld medewerkers te hebben, pedagogisch medewerkers die je aan bewegen helpen. Wat zou er nou mooier zijn dan als je kinderen zodanig kunt uitdagen op een groene school om te ravotten op het plein en daar hutten te bouwen en op die manier te laten bewegen, waarbij je veel meer een eenmalige investering in zo'n groene school kan zetten. Mm-hmm. En dat kan leiden tot veel meer bewegen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, ik denk er ook meteen aan de farm-to-fork-strategieën van Europa. Een beetje brede aanpak van visie op landbouw. Maar ook natuurlijk op de Green Deal van Frans Timmermans. Zeker. Heeft hij al duimpje omhoog gegeven? Hij weet het denk ik nog niet. Maar ik denk dat het goed zou zijn als de provincie met Frans daarover zou spreken. Laten we het zo stellen, wij zullen als college geen kans onbenut laten om vooral die gezonde basisschool met al die bijeffecten overal onder de aandacht te brengen. Want let wel, dit is wel een van de pareltjes die hier ontwikkeld zijn. Het is ook een van de pareltjes van de sociale agenda. En als we dit kunnen uitrollen, als we dit kunnen vergroten, ja, dan betekent dat dat we zo ontzettend veel kinderen kunnen helpen in hun ontwikkeling, zo ontzettend veel ouders ook kunnen raken. Ja. Maar dat we dus echt ook investeren in onze eigen toekomst. En ik zeg altijd heel simpel, er zijn twee manieren waarop je kunt zien of een maatschappij beschaafd is. Dat is enerzijds hoe je omgaat met je senioren en met hoeveel waarde je die behandelt. En anderzijds wat je de toekomst meegeeft, en in dat geval zijn het onze kinderen. Die twee aspecten die bepalen of je je wel of niet beschaafd mag noemen, vind ik. En wij willen, in ieder geval als college in Limburg, als provincie Limburg, daar echt volop investeren. En dat doen we op deze manier. En we willen die toekomst alle kansen geven om inderdaad dadelijk ook na ons gezond en wel aan onze economie, maar ook aan onze mooie maatschappij met zijn rijke verenigingsleven deel te nemen. Ik ga hartelijk bedanken voor uw komst, voor de bijdrage. Heel veel succes wensen in deze spannende tijd voor de formatie. Robert Housmans, Onno van Schaik, Nick Bos, hartstikke bedankt. En veel succes en proficiat met jullie mooie project. Graag gedaan. Dank je wel. Dank.